Ja, geen leuk geweldig meer. Ik eigenlijk erop kwam om dagelijks te gaan vloggen. Nou ja, ik begon eigenlijk af en toe een beetje te vloggen. Dus niet zo warm als gisteren. Maar nu heb ik het al warm. Hallo opa. Nou, hier horen jullie dus dat het echt heel afwezig is. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag 22 juni. 2023 en ik ga vandaag weer vloggen, dus kijk gezellig mee met deze vlog. Zoals jullie misschien al net nu ook horen, de vogeltjes horen jullie buiten misschien fluiten. En ik weet niet of jullie dat horen, maar er waren dus ook een klein beetje aan het regenen. Ja, en dan is het weer, vandaag is het niet echt heel lekker weer. Dus ik ga even kijken, want hier zien jullie het misschien beter buiten hiervoor. Ik zal het even daar laten zien. Hier, zoals jullie zien, is het echt geen leuk geweldig weer. Dus ja, dat is. En ik heb gisteravond ook nog even iets opgenomen, een soort van Q&A-achtig iets, waarin ik uitleg dat hoe ik eigenlijk erop kwam om dagelijks te gaan vloggen. En dat heb ik dus gisteren allemaal gefilmd en ik dacht, ik laat het maar in deze vlog zien. Dus ja, ik laat jullie nu zien. Veel kijk, plezier. Nou, ik zat dus te denken om een beetje te beantwoorden. Ja, niet een vraag te beantwoorden, want Ik krijg dus ook niet echt veel vragen. Maar ik zat dus te denken om dus een beetje, ja, hoe ik eigenlijk ben begonnen met dagelijks vloggen. Maar niet wanneer, maar gewoon hoe het in me opkwam om echt te beginnen met dagelijks vloggen. En dat ga ik dus eigenlijk in deze vlog of video beantwoorden. En het is wel nog 9:30 nu. Kwart voor 10 bijna, denk ik. Dus, en nog wel de dag ervoor. Dit stukje zal dus wel in de dag van, in de vlog van donderdag zetten. Dat zullen jullie dan al lang zien in die vlog van donderdag. Maar goed, ja, ik dacht, ik ga eens, eens leuk beantwoorden. Hoe ik nou ben begonnen. Hoe het nou in me opkwam van met dat vloggen en met dat dagelijks vloggen. Nou ja, ik begon eigenlijk af en toe een beetje te vloggen. Ik begon in 2017, denk ik. Op vakantie, daar heb ik ons eerder uitgelegd. In de vlog van 20 maart 2023 had ik ons toen had ik ook al een beetje een stukje laten zien. Voor mij was het daar wel een beetje begonnen met dat vloggen. Ik maakte toen een weekvlog op vakantie. En daarnaast maakte ik ook af en toe een vlog als ik een leuke dag had. Of met de familie een leuke dagje uit had. En ja, toen maakte ik wel altijd een vlog aan de vakantie. Als we meerdere dagen daar naartoe gingen. Meestal een weekvlog. En dat dagelijks vloggen is eigenlijk begonnen vanaf eigenlijk niet vanaf 20 maart, maar vanaf 12 februari. Dat was de dag voor mijn verjaardag. De dag voor mijn verjaardag hadden we mijn verjaardag een dagje eerder gevierd. Dus in plaats van 13 februari hadden we dus mijn 18e verjaardag op 12 februari gevierd, dus een dagje eerder. Toen had ik dus een vlog gemaakt. En de dag daarna ook. En de dag daarna ook. En weet je, zo eigenlijk een aantal dagen achter elkaar. En toen dacht ik dus, nu ga ik beginnen met dagelijks vloggen. Om zo lang mogelijk dagelijks te gaan vloggen. Ik heb dat helaas een weekje, misschien zelfs minder dan een weekje volgehouden. Ik werd toen op het moment even een beetje ziek. En toen ben ik het uiteindelijk gewoon niet meer gaan vloggen. Een aantal weken of dagen. En uiteindelijk weer een dagje wel. En toen weer een aantal dagen niet. En toen weer een dagje wel.
Uiteindelijk in 20 maart 2023 ben ik dus haar echt weer dagelijks toe gaan oppakken. En sindsdien hebben we dus echt geen dag overgeslagen. Dus ja, tot de dag van vandaag heb ik eigenlijk nog geen dag overgeslagen. Maar dagelijks vloggen. En ik vind het ook wel leuk om te doen. Om dagelijks te vloggen. Want eerst dacht ik altijd van, ik zou het altijd leuk vinden om ook eens te proberen om dagelijks te gaan vloggen. Maar ja, ik dacht al eerst altijd van, wat moet ik dagelijks vloggen? Wat moet ik vloggen? Wat valt er, wat is nou heel leuk of... En wat kan ik vloggen? En ja, ik heb soms van die dagen dat ik echt vrij weinig te doen heb. Hè? Of echt totaal niks te doen heb. Dat dat gewoon echt een saaie vlog wordt. Maar ik heb ook wel eens een vlog waardoor ik echt... Hè, ook wel bijvoorbeeld niks te vertellen heb. Of niks te doen heb. En dat ik bijvoorbeeld een Q&A video ga opnemen. En dat is eigenlijk ook in de vlog laat zien. Of iets ga vertellen over mijn leven zoals nu... Dat dus eigenlijk. En zo is eigenlijk het vloggen, of tenminste dagelijks vloggen, eigenlijk begonnen. Ja, van startje komen, of hoe moet ik dat zeggen. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar goed, het is nu nog woensdag. Het is nu nog woensdag. Maar morgen is het donderdag. Voor jullie wel. Dit stukje dat ik nu heb gefilmd en heb gezegd, komt in de vlog van donderdag. Niet in de vlog van woensdag, want die heb ik al gemaakt en geëdit en al online gepland. Maar dit stukje, dat nu op woensdag 21 juni is opgenomen, ga ik dus morgen in de, die vlog die jullie dan nu zien, op donderdag 22 juni online zetten. Die komt dan sowieso anderhalve week later online. Iets van, voor mij iets van zaterdag, denk ik wel, dat het op een zaterdag wel online komt. De precieze datum weet ik even niet, maar sowieso denk ik wel op een zaterdag. Dus, ik ga nu dit nu echt afsluiten, want ik heb al lang genoeg gepraat. En dan gaan we verder met de vlog van donderdag, 22 juni als het goed is. Dus ja, veel kijkplezier na de vlog van donderdag 22 juni. Zo, dat was dus de Q&A video. Ik heb mijn jas overaan, mijn tas op mijn rug. En dit voor de OV-chipkaart. En dan gaan we naar de bushalte toe om naar mijn werk te gaan. Ik zit wel te denken, moet die jas dicht of open? Maar ik denk beter open. Dus niet zo warm als gisteren. Maar ik kijk maar buiten of het, hoe het voelt. Nu heb ik het al warm. Geen idee waarom. Maar ik ga kijken hoe het buiten voelt. Als het buiten echt niet zo lekker weer is. Het is sowieso niet heel lekker weer als gisteren. Hallo opa. Je hoort me niet. Daar loop je in ieder geval. Nou, ik heb net even Just Dance gedaan. En buiten is het dus echt aan het regenen. Hier zien jullie dus echt buiten dat het regent. Maar ik zal jullie ook even een ander buiten kunnen laten zien. Achter loopt het mijn vader. Is het daar aan het over, weet ik het, de dakgoot of hoe mezelf. Is het daar buiten aan het overlopen. Oh, onweer ook nog. Maar goed, wat een weer. Maar goed. Nou, hier horen jullie dus dat het echt heel hard regent. Ik hoop dat jullie mij horen. Want hier is echt hard aan het regenen. Ik zal het ook nog even goed laten zien. Dit is hoe het eruit ziet. Nogmaals, ik hoop dat jullie mij horen. Maar dit is. Hier ook nog overal. Oh, daar ook nog een glas water. Ah. Nou, als het niet over gaat voeren. Man. Kijk hier, wat een ravage.
gisteren was ik helaas vergeten om de vlog af te sluiten. Dus dat doe ik nu even. Dus ik zou zeggen, vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen, tot morgen met weer een nieuwe vlog.